Hallo allemaal. Ja, ik ben best wel een diepe denker. Ik heb heel veel vragen in mijn leven, in dit leven als Esther aan de Koen. Ik begrijp niet dat mensen zo geobsedeerd zijn met hun huidskleur. Of het nou mensen zijn die zich bestempelen als kleur, of mensen die bestempelen als blank of wit, whatever voor label op wil zetten. En ik denk bij mezelf, we zijn toch de ziel? Zo kijk ik ernaar. Ik vind het heel irritant als mensen naar de buitenkant kijken en zeggen: oh, ik vind jou mooi of leuk omdat jij een huidskleur hebt of kleurtjes haar hebt. Ik bedank voor het compliment. Maar ik heb liever gewoon dat je naar de binnenkant van een ziel kijkt en verliefd wordt of gevoel hebt of vriendschap hebt omdat je die persoon mag van de binnenkant. En natuurlijk, de buitenkant wordt heel gepromoot van je moet er mooi uitzien en je moet deze gewicht en je moet zo. Natuurlijk moet je ook voor je lichaam zorgen. Helemaal eens. Maar ik vind dat in een maatschappij leven waar mensen te veel gefocust zijn op het uiterlijk kenmerk van een ander. Of wat een ander voor je kan doen. Of dat het niet meer humaniteit is. En dat vind ik jammer. Ik vind het jammer dat mensen heel erg zijn van: ik ben dit of ik ben zo. Oké, ik ben in dit leven een vrouw. Daar heb ik voor gekozen. En daar ben ik ook trots op en daar maak ik ook gebruik van. Maar we moeten meer met onszelf bezig zijn. En daarnaast, maar we kunnen mensen helpen. In plaats van mensen in hokjes neerzetten. Heel veel mensen zetten mensen in hokjes die eigenlijk niet in hokjes willen. Ik wil ook niet in een hokje geplaatst worden zoals iemand van kleur. Nee, ik weet dat ik meer vitamine D nodig heb. Ik weet dat ik meer supplementen nodig heb dan mijn moeder bijvoorbeeld. Weet je, mijn moeder is mijn moeder en ik heb ook af en toe een beetje soms wrijving met mensen. Maar het hoort ook bij het leven, denk ik soms. En het is aan mij dan te kiezen, ga ik met die mensen om of niet? Je hebt altijd een keuze tussen goed en slecht. Vierde dimensie, denkwijze. Maar eigenlijk, wat mijn boodschap is eigenlijk, jongens, kunnen we ophouden met labelen van mensen, zielen? Want we zijn allemaal nog één liefdesbron, één hart, één vibratie van liefde. Ik wil me focussen op liefde, ik wil mijn liefde promoten. En ik vind dat, ik ben heel erg misschien heel erg in love vibes, omdat ik van Venus energie heel veel in mijn huis heb, mijn sterrenbeeld huis heb. Ik vind het zo jammer dat mensen vaak angstig zijn voor liefde, of angstig zijn voor humaniteit, gedrag of emoties. En dat mensen heel erg in hun, deels ook, het heeft te maken met opvoeding, maar ook te maken met de omgeving en het te maken met vibes. Vibes zeggen vaak meer dan lichaamstaal of woorden. Ik kijk altijd naar mensen hun lichaamstaal en naar hun aura. Maar ik vind het zo jammer dat mensen heel erg in vakjes denken van, we leven te veel in vakjes denken. Dat heeft ook te maken met social media, denk ik, omdat alles een vierkant heeft en iedereen heel erg in de vakjes denkt. En juist hebben mensen nodig die out of the box denken, die juist zijn om mensen te helen en meerdere visies kunnen bekijken en zien. En daarmee de wilde stukje. Ik zeg, nou, de wilde, het is niks mis met moeder aarde. De mensen zijn uit balans. Uit balans met wie ze zijn. Uit balans met emotie, met gevoel. Het mannelijke energie en de vrouwelijke energie moet in balans. Want vrouwen hebben mannelijke energie, maar ook vrouwelijke energie. Zoek ze maar op. Masculine energy en feminist energy. En ik vind het juist krachtig als een man kwetsbaar kan zijn. En dat de goede vrouw daarbij bij is. Weet je wat ik bedoel? Niet een vrouw die misbruik maakt van mannen. Er zijn ook genoeg vrouwen die misbruik maken van mannen. Vice versa, hetzelfde met vrouwen die in hun masculine energie zitten of in hun vrouwelijke energie zitten. Dat mannen dan misbruik proberen te maken van vrouwen. Maar wat komt zo aan? Wat je doet, krijg je altijd terug. Ik geloof heel erg in karma. Maar ik vind het gewoon heel belangrijk dat mensen gewoon ophouden in het denken in hokjes en meer gaan denken vanuit het hart. Het voelen, de derde oog, meer humaniteit. En dat is mijn streven, filosofie, dat mensen er voor elkaar gaan zijn meer, hoe het zou moeten horen. Want veel te veel mensen zijn bang en dat is een lage vibratie, dat is echt het laagste van het laagste. Dus je moet in die liefdesvibratie zitten, in love energy. Daarom is liefdesmuziek ook. Liefde is een krachtige vibratie als je verliefd bent. Dan is het een krachtige vibratie. Dan voel je je sterk. Dan voel je je lekker. Dan kan je het leven aan.
En juist liefde is die grote vibratie. En je hebt nog meer bewustzijn, dat is nog hogere. En je hebt de God Conscious. Dat betekent dat je helemaal in één met het universum bent, een lijn. Dat je gewoon onschendbaar bent. Omdat heel veel mensen dan die vibratie niet begrijpen. Alles heeft te maken met vibratie. Maar ik zou het fijner vinden als mensen wat meer voor mensen zijn. Welke luisteren, tijd nemen en elkaar in de waarde laten. In de waarde kan voor verschillende zijn. En het is een keuze of bij iemand wil blijven of niet. Alles is een keuze. Ga ik met deze persoon om of niet? Ook als het familie. Weet je? Heel veel mensen zijn gewend om te denken, ik moet hier blijven of ik moet iets doen. Nee, je moet helemaal niks. Sommige dingen worden zo volgens het systeem geprogrammeerd. Misschien moet je afstand nemen van het systeem. Als het systeem niet weg wil, dan moet jij misschien maar zelfstandiger worden. Of jezelf gaan educeren hoe je zelfstandig kan worden. Dus, dat was mijn filmpje voor nu. En aardig vind ik een positieve boodschap. Ook positief en negatief is ook weer 4D denken, denk ik. Maar we zijn allemaal één, maar alleen we vinden het soms lastig om dat toe te geven. Toe te geven welke gevoelens en emoties. Of wel om elkaar geven. Weet je, wat is liefde? Dat is ook een hele mooie gesprek. Wat is liefde? Aan de andere kant, liefde zijn tijd, energie. Liefde kan overal. Liefde is overal. Weet je, dieren zien ook over liefde in. En dieren zijn de puurste vorm van de bron van. En natuur ook, weet je, dat is de puurste vorm van liefde, weet je, liefde. Als kind kwam je op deze aardbols gerekeneerd en was je vol met liefde. En nog steeds hebben heel veel mensen heel veel liefde in, maar heel veel mensen zijn ook een beetje beschaamd, hè. Als ze een beetje denken van, oh, ik weet niet of ik kan. Ja, je bent de liefdesbron. En juist door de goede dingen te doen en vaak is het met verwachting niet verwacht dat een ander ook iets voor je gaat doen soms. En soms mag je wel dingen verwachten, maar je moet bij je intuïtie blijven, bij je gevoel. Je sacrale chakra. En gevoel is iets krachtig, is een superpower. Emotie is een superpower. En heel veel mensen, wat ik merk, moeten leren je sacrale chakra onder controle te houden. Niet om controle op een negatief manier, maar controle houden over het uiten van emoties. Want heel veel mensen houden hun emoties binnen. Of houden hun pijn binnen. Houden hun verdriet binnen. Gaan niet in therapie. Therapie is een superkracht. Alternatieve therapie. Nogmaals, quantum healing therapie. Raad ik aan. En Bach bloesem. Dat helpt echt goed. Weet je, gewoon op muziek maken of dansen. Heel veel mensen zitten in de onderchakra's. Dat ze een onder controle hebben. En juist affirmaties in die liefdesvibe zitten. Want dat is een hoge vibe.